beste universiteit van Amsterdam. De vraag die ik zou willen stellen. Hoi Universiteit van Amsterdam, ik heb een vraag. Wat betekent dit bordje? Goeiedag Caries, dankjewel voor je vraag. Het is een hele interessante vraag, want waarschijnlijk zien veel mensen dit bordje wel voorbij komen. Als je goed naar het bordje kijkt, zie je 3 punten. 1, de telsensoren. 2, de wifi-tracking. En 3, dat het afkomstig is van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft namelijk een crowd monitoring systeem. En dat betekent dat ze graag willen weten en dus ook willen meten hoe druk het is op bepaalde plaatsen. En een van dat soort plaatsen is dan bijvoorbeeld een drukke winkelstraat. Nu is het zo dat hier wel dat dit gebonden is aan wet en regelgeving. Wellicht heb je de laatste tijd wel gehoord van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dus dat staat in het teken van de bescherming van persoonsgegevens. Zodoende moet ook de gemeente rekening houden met hoe ga je dan om met dat soort persoonsgegevens. Nu kan ik heel positief zijn, want de gemeente Amsterdam gaat uit van privacy by design. En daarmee zorgen zij ervoor dat ze al in de ontwerpfase rekening houden met jouw privacy. Dus dat zo gauw het signaal wordt opgevangen, wordt het veranderd en dan zorgen zij ervoor dat dit niet meer herleidbaar is. Daarnaast moet er wel een grond zijn om in eerste instantie die persoonsgegevens op te vangen. In het kader van de gemeente gaat het over de taak in het algemeen belang. En dat betekent dat ze in het kader van de veiligheid en de bereikbaarheid van voetgangers, dat ze op die manier verantwoorden waarom dit dus legitiem is. Kortom, er is een goede rechtsgrond, je wordt goed geïnformeerd via het bordje en als je echt niet mee wilt werken, dan kun je je wifi-signaal uitzetten. Dus wat dat betreft is dit goed geregeld.